Het Centraal Bureau voor de Statistiek levert de statistische informatie die inzicht biedt in de maatschappelijke en economische ontwikkelingen in Nederland en heeft de laatste jaren veel veranderingen doorgevoerd. De veranderingen die we hebben doorgevoerd hebben met name twee componenten. Enerzijds willen we door middel van meer samenhang in onze berichten ervoor zorgen dat de fenomenen die in de samenleving plaatsvinden beter in kaart worden gebracht. Wij willen die enorme hoeveelheid informatie van het CBS in samenhang met allerlei andere informatie aanbieden aan het Nederlandse publiek. Een voorbeeld is onze berichtgeving over de arbeidsmarkt. Daarin geven we nu veel meer samenhang. Het gaat dus niet alleen over het aantal banen of het werklozen, maar ook om achterliggende zaken. Dus hoeveel mensen melden zich eigenlijk op de arbeidsmarkt? Hoe lang zijn mensen werkloos? En hoeveel uren werken ze? Het tweede is dat wij proberen met behulp van een effectievere communicatiestrategie die berichten ook daadwerkelijk bij de mensen te brengen. En daarbij maken we gebruik van de modernste middelen uit de wereld van de nieuwsmedia. Audiovisuele middelen, digitaal, online, video. En daarmee ook actievere nieuws te zoeken. Want we geloven dat we daarmee de Nederlandse samenleving een stuk beter bedienen dan wanneer we alleen de losse cijfers geven. CBS publiceert voor verschillende doelgroepen en doet ook gericht onderzoek. Voor opdrachtgevers als ministeries en gemeentes. Elke dag maken miljoenen mensen gebruik van de gegevens die het CBS levert. Politici en bestuurders voor het nemen van beleidsbeslissingen. Wetenschappers voor onderzoek en ondernemers voor hun producten, diensten en verdienmodellen. De stappen die de organisatie nu zet om de grote hoeveelheden informatie toegankelijker te maken, ondersteun ik dan ook van harte. De waarde van het CBS voor de samenleving kan daardoor nog groter worden. CBS innoveert door het gebruik van nieuwe bronnen als big data. Innovatie zorgt er ook voor dat bedrijven steeds makkelijker en sneller gegevens voor statistieken kunnen aanleveren. Nou, ik vind het indrukwekkend om te zien hoe het CBS zich onttrokken heeft aan die algemene regelgeving. En dat doet ze met innovatie. En dat is goed voor bedrijfsleven. En ik kan ook een mooi voorbeeld geven, want als je kijkt naar de enquête voor internationale handel, dat is echt een enquête die heel erg veel regeldruk gegeven heeft voor het bedrijfsleven. Nou, het CBS heeft dat opgepakt. En dat geeft echt heel veel verlichting. En daar ben ik blij om. Wat we zien is dat door de nieuwe strategie onze informatie aanzienlijk meer en veelvuldiger gebruikt wordt. Doordat wij nuttigere informatie aanleveren voor besluitvorming, voor debatten, komen onze berichten beter aan bij de samenleving.